Derek Lucassen, een bekend gezicht in de Alkmaarse verdediging. Maar heel veel weten we nog niet van hem. En daarom zoeken we hem op in Amsterdam Zuidoost, want hier is hij geboren en getogen. Ik heb een goede jeugd gehad. Ik was altijd aan het voetballen meestal. Meestal met mijn broer, omdat die toen de tijd een stukje ouder was. De anderen waren wat jonger en die waren meestal binnen. En, ik en mijn broer die waren meestal altijd wel buiten aan het voetballen. Iedereen wil hier winnen en ik wil ook altijd winnen en ik kan niet goed tegen me verliezen. En, nee, het ging er hier ook fanatiek aan toe, dus het leeft hier ook gewoon. Je hebt hier je winnaarsmentaliteit gekweekt? Ja, zeker. Ik heb hier altijd gewonnen, dus ik ben nog steeds het beste hier. Nou ja, ik kom veel mensen tegen, zoals gisteren weer. Was ik met Richano Hobbs hier en kwam ik mijn buurvrouw tegen. En, als je haar ziet, dan is ze heel blij voor me, is heel trots voor de familie. En, dat maakt mij ook wel blij dat ik dit mag doen. En dat je ook gewoon anderen blij maakt. Dat is alleen maar mooi. Wat zegt je buurvrouw dan? Nou ja, ze begon over vroeger, hoe klein waren en... dat we vervelend waren met stenen en dat soort dingen gingen gooien in de buurt. En nu is ze wat ouder en ziet ze me op tv en ze is alleen maar blij voor me, dus dat is mooi. Op de foto hier staat Kevin op, die op dit moment bij Slovan Liberec speelt in Tsjechië. En, dit is Samuel, die speelt op dit moment Twente. Dit ben ik zelf en ik speel bij AZ op dit moment. Mijn kleinste broertje Brian, die staat er niet op, die was toen de tijd nog niet geboren. Die voetbalt bij Ajax. Derek komt dus uit een echt voetbalgezin. En ondanks dat de broers allemaal ergens anders voetballen, zijn ze er altijd voor elkaar. Ik zie die jongens niet altijd, maar ik spreek ze wel altijd. We hebben een groepsapp, dus daarin komt alles aan te pas, zeg maar. Maar zijn je drie broers belangrijk voor je? Ja, tuurlijk. Ik kan alles met hun delen. En zij ook met mij, dus ze zijn wel belangrijk voor mij. Ja, Masterchef. Masterchef. Kan ze lekker koken, Derek? Heerlijk. Beste kok hier. En van de kookkunsten van zijn moeder kan Derek nog maar even genieten. Want deze zomer verlaat de AZ-verdediger zijn ouderlijk huis. Hij gaat op zichzelf wonen in Diemen. Ik heb er zin in. Even wat nieuws. Weg bij mijn ouders. Het is een nieuw avontuur en ik heb er heel veel zin in. Mm-hmm. Waar kijk je naar uit? Ja, gewoon lekker op jezelf. En dat je gewoon lekker alles kan doen, zeg maar, voor jezelf. Dus daar kijk ik wel naar uit. Zeker. En zijn er ook dingen die je gaat missen? Ja, tuurlijk. Ik kan niet koken bijvoorbeeld. Dus ik kom denk ik lekker hier eten en ga ik weer terug naar mijn eigen appartement.